Ik ben geboren in het mooie Den Bosch, hè, de hoofdstad van de provincie Brabant. Geboren en getogen, dus een ras-echte Bosnaar. Hoe was ik als kind? Volgens mij wel lief, aardig. Iets wat onzeker ook. Vandaar dat we uiteindelijk ook de keuze gemaakt om ook aan vechtsport te gaan doen. Ook wel een beetje last van astma. Ik heb astma gehad, allergieën, etc. Dus ik was best wel onder druk door externe dingen. En daardoor door sporten is me eigenlijk heel veel, zijn heel veel dingen afgevallen. Ik was 7 jaar oud en in mijn 8e volgde mijn eerste partijtje. Mijn eerste partij, ik durf niet te zeggen dat het nog volop op mijn netvlies staan, maar het is wel dat ik me nog kan herinneren dat ik op TKO won en dat het geen rechte stoten waren. Een beetje brawling, ronde rondjes, alles respect voor de vrouwen. Het was een beetje katachtig. Ja, jongens triggeren me, weet je. Ze zijn gewoon weer beter, jonger dan mij, weet je. En, ja, mijn ego is ook wel heel belangrijk. Ik vind het ook gewoon leuk om nog met ze mee te kunnen. Als het erom gaat, als het erom draait, dat er maar weinig vechters zijn die ze maar willen hebben om te winnen. Natuurlijk zullen mensen nu zeggen van, nou, goed, hier heb ik al een aantal partijen gevochten waar we jou niet in herkennen. Maar als je bijna 200 partijen hebt gedraaid, dan is het best wel moeilijk om voor iedereen altijd op te laden. Maar ik durf te zeggen dat ik een deurtje altijd durf in te trappen, spreekwoordelijk gezegd. Een deurtje in te durf te trappen die menig vechter niet durft te doen. En dat probeer ik ten alle tijden te bewijzen.